Hallo iedereen, ik ben er weer. Laatste keer hebben we een beetje met de verhaallijn verder gegaan. Hebben de baas verlaan. Moeten we eigenlijk hier naar binnen gaan om het verhaal verder te gaan. Maar ik was bezig met wat sidequests en zo. Ik ben al wat nieuwe dingen ontdekt. Zoals, ik heb wat nieuwe wapens. Dat is het wapen wat ik de laatste keer had van een extra sidequest. Sorry, ik kom even niet op het woord. En ik heb ook een nieuw wapen. Ik had per ongeluk een dungeon gevonden. Ik zat gewoon random kisten te verzamelen. Van, ik verzamel even kisten. Wat geld krijg ik wat sterkers. Kwam ik per ongeluk een dungeon tegen, kom ik dit wapen tegen. Nee, moet ik even equipten. En dan kon je alleen maar in die dungeon krijgen. Dat is een hele aparte wapen. Zoals je kan zien, ik heb die per ongeluk alleen niet opgenomen. Dat is het enige wat ik wel jammer vond. Het was alleen maar een hele simpele dungeon. Was eigenlijk geen puzzels, was een beetje klimmen en dan moet je gewoon tegen een groot ijsmonster vechten. Maar ik had Fraps juist niet aanstaan. Dus ik heb dat helaas niet opgenomen, sorry daarvoor. Maar ik heb al wat sterkere wapens, zoals deze, die gebruik ik nu. De andere is nog wat zwakker. Maar ik heb nog iets nieuws ontdekt. Er zijn bij alle plekken, ik weet nog niet of ook bij de onderwereld eens moet kijken, er zijn een soort arena's. Dat wil ik ook nog even gaan doen. Ik heb ze eigenlijk pas ontdekt. Ik weet eigenlijk niet of ze... Je kan alleen fast travel naar doen. Ik weet niet of ze... Ik heb eens gehoord dat ze eindeloos doorgaan of er een bepaald level gaat. Maar ik ga er gewoon een tijdje tegen vechten. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Als het ietsjes te lang duurt, dan doe ik het misschien even versneld spelen. Moet even kijken. Ik zie dat je onze kleine invitatie hebt. Welkom dan naar de Crucible! Here, the strongest are tested, and the weak are destroyed. Nou, zoals jullie kunnen zien, dit is de eerste van de vier of drie. En dan moeten we denk ik gewoon dadelijk tegen verschillende wave of monsters vechten. Dus en ik weet niet hoeveel. Dus moet ik eerst met hem gaan praten. Let me explain the rules of which... There are few. The more creatures you defeat, the deeper into the crucible you'll go. At intervals, you'll be offered a reward. If you take the reward, you must exit. If not, you may continue. But if at any time you fall, you will earn nothing. Mm-hmm. Oh, and one last thing. No one has ever finished the crucible. Besides me. Do you wish to enter? Yes. You wish to fight from the start. A brave decision. Ik hoop dat ik genoeg potions heb. Oh ja, en er is nog één nieuw skill wat ik heb geunlocked met mijn laatste skill point, is dit. En dat doet alles omheen flink damage. Voor 4 seconden zowat. En dan is het weg. Alleen kost het wel 400 mana. Zoals we nu hebben wat zijn simpele steenmonsters, maar ik ben al aardig sterk. Wow, dat was altijd chique combo's. Dus... Waar was het? Wave 2. Ik doe wel aardig damage. En dat is het fijne, dat mijn wapen ice damage heeft. Ik had nou eigenlijk nog iets aan nieuws ontdekt. Ik had gezien dat je sommige wapens eigenlijk sterker maken. Dat laat ik zo meteen maar even zien als ik een pauze hier tussendoor krijg. Ik heb dit wapen al een paar keer opgevoerd. Want je kan ze tot een paar levels omhoog krijgen. Dus je kan ze zeg maar wapens opofferen. Ik heb er wel eens een melding van gekregen, maar ik snap het niet of wist het niet hoe. Dan heb ik dus toch eens even informatie op internet van opgezocht. Dus wat eigenlijk is dat je gewoon wapens kan upgraden, dat je andere wapens moet opofferen. En de stats die wapens hebben, dat krijgt deze wapen dan. Dus als je nu een wapen hebt met flink critical, een paar opoffert, tot het balkje zeg maar vol is, dan kan je zeg maar een critical geven. En ik heb dus bij een kleine guide gezien dat je best critical damage kan doen. En crit chance en crit heal. Want dat maakt je wapen juist echt super sterk. En je hebt twee soorten manieren ook om te bevriezen, zeg maar, de vijanden.
Dat is zeg maar, waarom roep ik niet even de pools op? Dat gaat misschien wat sneller. En mijn birds. Wat leuker. En waar was ik? Oh ja, over ijs. Er zijn twee soorten manieren om de vijand te bevriezen. Dat is frost damage en ice damage. En het beste is ice damage. Dat heeft kans om de vijand in één keer te bevriezen. En dat is wel heel erg fijn. Ah, nu komen de grote. Goals, come please. Ik vind dat target in last een beetje onhandig. Want ik vind het liever fijn. Oh ja, je kan ze niet eraf gooien. Oké, onzichtbare muur. Dat is fijn om te weten. Oh, komt hij op me af nu? Of ik wil eerst even die kleintje kapot maken. Ja. Goals. Maar dat is ongeveer wat ik heb gedaan. Ik heb ongeveer. Oh, zoals je hier kan zien, dat doet dat ook de grote mace wat ik heb gebruikt. Maar ik heb gewoon een beetje eigenlijk overal rondom zitten wapens te verzamelen eigenlijk. En deze proberen een beetje up te kreden. En ik wil hierna nog een sidequest doen nadat ik deze arena's klaar heb. Ik denk dat ik deze gewoon even een beetje ga praten en opnemen. Misschien dat ik de volgende arena's gewoon een beetje misschien even versneld afspeel. Als ik niet genoeg damage krijg. Dan doe ik niet zo, ik doe niet zo moeilijk doen. Ik kan goals oproepen. Dammit, ik zag even niks. Waar ben ik? Nou, kom op. Heel wat goals oproepen. En, auw. Wat mana. Ga ik dit eens doen. Dan was om geen goed damage doen. Gewoon stilstaan. Dat doet dus steeds goede damage. Ik heb ook gewoon een beetje eigenlijk uitpisten hoe alles precies raakte. Zoals de combo's en zo. Ik heb wat nieuwe dingen ontdekt. Een nieuwe move. Die ik misschien zo meteen kan laten zien. Dat was een giant finish. Hoe lang ben ik alweer? Zeker 4 minuten? Tireless Avenger, are we? Mhm. You have done well. Thank you. Would you take this prize and leave? Or continue further? Dus moet ik met hem gaan praten. I'll take the loot. Let's risk it. He chooses to fight on! Mm-hmm. Ik denk hoe verder ik ga. Misschien als ik helemaal tot het einde ga. Op welke weef zou het gaan, denk je? 10? Oh, dat zijn gewoon vliegen. Die kan ik gewoon allemaal neerschieten. No problem. Ik haat insecten. Nou, niet echt. Ik vind ze niet irritant of zo, maar de meeste die ik haat zijn muggen. Want deze tijd van het jaar zijn de muggen al terug. Ik heb wel een paar muggen bulten. Hoe zit het met jullie? Jullie wat simpele monsters. Boos spawn ik verkeerde kant op poep. Vogels! Ik denk dat ik ook maar tot level 21 ga. Denk ik soms, want het balkje voor experience. Die lopen al een tijdje niet vol. Als ik bij mini-dantjes een beetje baas heb opslaan. Of een beetje sterkere monsters. Ik heb niet echt het gevoel dat ik sterk word. Of level omhoog ga. Dus ik denk dat ik pas tot level 30 of 50 kan als je het spel uit hebt gespeeld en je doet of nightmare mode of zo. Damn it. Ja, ik ben helaas doodgegaan. Ik dacht dat ik het meer zou halen, maar kan ik me net nog niet sterk genoeg. Ik ga nog één keer proberen, maar dit stuk knip ik deze keer eruit. Dus ik zie jullie weer zo bij het einde als ik hiermee klaar ben met deze dungeon. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik ben weer terug. Hallo iedereen. Het is eigenlijk al een tijdje later. Een paar dagen later. Ik heb eigenlijk een tijdje geen Dark Souls meer geüpload. Sorry daarvoor. Ik wil dit misschien later in de video zien. Voor de kijkers die dit video veel later zien. Dat is gewoon dat ik 2-3 dagen dit niet heb geüpload. Maar ik had gewoon een tijdje heel erg druk. Ik heb een paar keer geprobeerd die ene arena wat je hier aan de hoek hebt. En geprobeerd te halen. Ik heb het ongeveer gehaald. Ik heb het eigenlijk gehaald en daar heb ik iets speciaals voor gegeven. Moet ik even hier terug gaan. En dat is een speciale ketting.
Deze. Dan geef je gewoon 100 HP. Dat is wat ik gekregen heb. En het geeft nog iets extra's, denk ik, maar ik weet niet precies wat. En wat ik nu nog gewoon alleen nog wil doen. Ik weet dat hier achter deze deur. Bij elke land staat deze deur eigenlijk open. Dus maakt niet uit, elke keer als je naar een ander land gaat van de Tree of Life, staat deze deur allemaal open. Is de final boss. Dus als we hier doorheen gaan, hebben we het spel uitgespeeld. En voordat we dat gaan doen, wou ik er nog even over iets hebben. Van de, wat ik wel eens heb video niet zo lang geleden heb gezegd. Nou, eigenlijk deze video. Dat je wapens kon upgraden. En ik wou dat gaan doen. Of heb ik deze al? Oh, ik heb deze al helemaal geupgraded. Ah, dammit, ik dacht dat ik het kon upgraden, maar goed. Ik leg me gewoon even vlug uit. Je kon hier ook upgraden. Ik dacht dat ik het nog moest doen, maar blijkbaar heb ik het al gedaan. En zoals je kan zien, deze wapen had alleen maar, voordat ik hem heb geupgraded, had hij 160 damage, minimaal. En die zit al 180 van upgraden. En dan kon je allemaal verschillende wapens opofferen met speciale stats om dingen te geven. Dus zoals je kan zien, heb ik het ice damage gegeven, voor de vijand natuurlijk te bevriezen. Crit chance 22 en damage crit 32 en crit on heal. Ik heb eens gewoon een keertje op internet opgezocht wat het beste zal zijn voor het upgraden. En dit is het beste. Dus zeg maar crit chance dat je meer kans hebt. Damage, dat de damage veel hoger is. En heal on crit. Dus elke keer als ik een crit doe, krijg ik een heal en dus een bevriezen. Dat heb ik ook, had ik een hamer ervan geupgraded, maar die heb ik niet meer. Want ik heb deze gevonden, toevallig in de shop. En die is heel goed, dus damage hoger ook, piercing damage, ice damage en krijg ik wat energy terug elke keer als ik damage doe. Wat meer energy. Dus dat is wel heel fijn. En dat is ongeveer de vlug. Ik wou het een voorbeeld laten zien, maar het is gewoon heel simpel dat je gewoon wapens kan opofferen en normaal. Maar ik denk dat ik nu gewoon, gewoon de final boss ga vechten. En dan dat we het spel gewoon afmaken vandaag. En dat we dat gewoon gaan doen. Ik weet niet wat voor een baas eigenlijk tegen gaan komen. Ik dacht dat die ene van zo'n soort broer of zo. Nou, we moeten tegen vechten. We zitten nu in de Well of Souls. Zitten we nu. En ik ben benieuwd wat voor een gevecht het gaat worden. Ziet er wel prachtig uit hier. En cutscene. Have you ever wondered, Death, why you are untouched, while those around you wither and rot in the grip of corruption? Could it be that you are already blackened by the sin of betrayal? How can you defeat that which seethes in your own heart? You cannot stop me without forever damning your soul! Okay. Wow, wow. Denk uit de niks een grote bel. Then so be it. Alright. Let's do this. The final battle. Dash. Oh shit, ik ben mijn pootjes vergeten te halen. Ik heb een kamp bevriezen. You must be purified. Oh, I did feel damage. Cool, help me a little. Oh, cool, ze ploft meteen. Hey, dat is nog eentje. En hij is ontploft. Oh my god, I do so damage. Feel the power you burst! Oh, dat deed pijn. Nu kan ik damage doen. Oh, ik kan B duwen. Oké, en dan moet ik wat gebeurt er dan? Auw. Ik zag geen knop ervoor zijn komen. Ik had volgens dat er knopactie zou komen. Oh, dat is groter geworden. Oh shit! Wat de hel ben ik? Oh. Wat damage doen? Dash. Ik kan veel damage doen. Oh, ik doe al veel damage. Hij is al bijna half dood. Ik ben bijna dood. Oh, ik doe weer ponding omlaag gelijkertijd. Oh god damn it. Oh wacht, weet je wat? Reaper Fall. Ja, wat doe je nu, hè? Gewoon even flink lekker veel damage doen. Tot ben ik gewoon met afgelopen. Blijf ik gewoon lekker veel damage doen. En afgelopen. Kan ik nu B? Nee, niet meer. Ik zag de B-knop. Feel the power you burn!
mijn laatste healing potion pakken. Oh, what the fuck, heeft hij zijn HP weer terug? Oh. Niet zo. Ik denk dat ik B wel moet doen. Oké, nu kan ik B doen. Oh, hij is gekrompen. Dat is fijn. You have grown weak, ah, damn it. Dash door je heen, stap je. Pak je schieten. Dash again. Haha. Daar ben ik. Oh, daar. Weg, jasje. Even wijken. Rules, help me. You're fine. Zoals jij ziet, nee, dank je. Oh shit, waar de hel ben ik? Oh shit, 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 shit. Oh nee! Fuck! Oh my god, ik ga dood. Camera, draai naar de vijand toe. Haha! What the fuck? Ik ben doorgegaan, ik dacht ook wat verslagen. Oké. Okay. Ik ga even potions kopen. Ben zo terug. Oké, okay, ik ben weer terug. En deze keer heb ik 5 potions van elk. 5 mana potions, 5 HP potions. Dus nu moet het denk ik wel lukken. Kan ik de kat zien overslaan? Yes, I can! Oh god, damn it! Waar de hel ben ik? Oh, ik ben met de mana potion even te nemen. Ik moet zijn vaste roepen. Oh! Ik moet even heel wat damage doen, ja? You have grown weak, brother! Oh. Oh, wacht, hij is niet zwak. Je moet de eerste B doen. Ik had volgens dat knop ik ervoor zijn gekomen. Kennelijk niet. En hij is gegooid. Waar ben ik? Oeh, het hap je leeuw. Ah, dammit. Potion. Oh my god, hij sprong meteen op me. Gewoon damage doen. Yeah, hij is al half dood. En weer B. Oké, hij is weer gekrompen. Even een mana potion. En een HP potion voor zekerheid te nemen. Waar de hel ben ik? Oh wacht, laten we dit eens proberen. Yeah, damage, 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 damage. And that's it. Oh, what the hell? Oh shit. Spam that button. En ik kon niks duwen. Oh ja, ik heb een Reaper Form. Gaan we die maar eens een keer gebruiken. Gooi maar al. Alright. Reaper Form. Haha, nu kan je niks. Uppercut. 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 Smash. Oh, en hij is neer. En de laatste keer B. Nee, nu gebeurt er wat. Ik weet niet wat. Oh, hij heeft een Reaper Form vermeerd. Dat is arm 1.
Shake my hand once more, brother. I've killed Absalom. Stopped the corruption. I stand at last at the Well of Souls. With no idea what I must do next. It is quite simple. And yet, most difficult. I'm in no humor for riddles, Crowfather. You may tap the power of the well to return the kingdom of man. Or you may resurrect the Nephilim. But know that choosing one will forever doom the other. My brother War. I would protect him above all. To return man to the Earth will require a sacrifice. And the seeds of humanity were re-sown. But Death's journey was not ended. On the shattered Earth, his brother War had slain the Destroyer. You will be hunted. The White City for certain. The Council, and there will be others. You would wage this war alone? No. Not alone. War had broken the seventh seal, summoning the horsemen of the apocalypse. And the number of the riders shall ever be 4. Zo, mensen. Dat was Darksiders. Het is een heel leuk spel, echt een beetje klassieker hack and slash. Het is een beetje hetzelfde. Ik ga dit een beetje overslaan. Oh ja, nu hebben we New Game Plus. We hebben nu Nightmare Mode geunlocked. Ja, why the hell not? We hebben nu tenminste opgeslagen en dan kan ik nu zeg maar deze nog een keer spelen. En dan is het zeg maar op Nightmare Mode of Plus Mode, dat je hogere levels en zo gaat. Het is een leuk spel. Het is een beetje wel soms vaak, het is een beetje soms herhalen hetzelfde. Van stukje verhaal, vechten, vechten, stukje verhaal, vechten. Beetje hetzelfde, je komt het wel eens tegen bij sommige spellen. Maar goed, dit was mijn Darksiders Let's Play. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik weet niet wat ik de volgende keer ga doen. Moet ik even kijken. En dank je voor het kijken allemaal. Dit was Jo van DVO Filmijs. De Darksiders playthrough. En misschien tot de volgende Let's Play. Doei iedereen.